Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Boys en girls, ik ben net door de deur gekomen, dus het is het nieuwe fucking jaar. En ja, we zijn dus de eerste video van 2023, dus ik wil jullie guys weer welkomen in het nieuwe jaar. Gelukkig nieuwjaar nog aan jullie allemaal. En ja, we zijn 2023 en dus de eerste FIFA video ga ik nu opnemen. En ja, het is dus de eerste FIFA video van 2023. Die gaat over enkele weken verspreid worden, want ja, we zijn nu dus 2022. Binnen 2 weken moet die pas online, dus ja. Het is nu, ik ga dus een weekje en nog een weekje, dus 2 weekjes voor content. En ja, het is dus een FIFA video waarin ik mijn team ga laten zien. En ja, boys and girls, het is echt een chic team. Echt, mijn team is zo mooi. En ik heb een hele leuke spelerrol langs gepakt. Niet in de video, wel off video, maar niet opgenomen, spijtig genoeg. Dus ja, anders dat die in de FIFA video, in de beste packs van 2022 al gekomen. Dus ja. En echt wel een leuke speler gepakt. Was op 1912. Denk ik, ja, het 1912. 2022 hebben wij dus een heel leuke speler gepakt. En we gaan daar zo dadelijk in komen. En ja, het was echt een eerste FIFA video. Dus ja, weer een hele leuke content dat ik voor jullie kan maken. En ja, deze video is dus natuurlijk niet gesponsord door AirUp. Maar ik heb nu op de AirUp heb ik nu de iced coffee pot. En het smaakt letterlijk iced coffee. Oh, maar wel extra koud water bij doen. Dus heel koud water. En dan ijskoffiepom. Ah, oh, zalig. Maar wij gaan zo dadelijk dus het stukje opnemen van de FIFA video voor ja, vandaag. En ja, we gaan echt leuke content beleven. En ja, let's go. Dit is de eerste FIFA video van zoveel nog dit jaar. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. Wij zitten nu dus in de FIFA. Oei, shit. Oké, boys en girls, we zijn nu dus in de FIFA video en in de FIFA. En ja, weer al zo'n meldingen en ja, let's go. Maar waar we hier voor komen is dus het team. En op goal hebben we nog altijd Alisson Becker en ja, echt een goede keeper. 95 gespeelde wedstrijden en 2 assists. En dan Alexander-Arnold Trent. 122 gespeelde wedstrijden. 9 assists. 9 gescoorde goals en 144 assists. Wow, sorry. En 17.250 coins uitgegeven aan die speler. En dan op centerback heb ik Virgil van Dijk. Vochtige Virgil. Eerste eigenaar, de eerste FIFA video hebben we dus gepakt. Nee, dat was in november of oktober 2022. Hebben we dus Big Papa Virgil gepakt. En ja, dus 248 gespeelde wedstrijden. Sinds dat ik die gepakt heb, is hij niet uit mijn basis gegaan. 28 gescoorde doelpunten, 43 assists en 2 gele kaarten. En echt wel een goeie speerke. Op centerback rechts links hebben we Naïef Aguert. Die World Cup confrontatie, spijtig genoeg is hij niet geüpgrade. Dat was eigenlijk van Kroatië en Marokko de plek voor de derde plaats. Die wedstrijd uit het Roosfinale. Die heeft 3 gespeelde wedstrijden en 2 assists. Na deze weekend gaat hij misschien meer hebben. En ja, dat is echt een goed kaartje. Maar ik moet hier nog wel zijn nummer aanpassen. Dus we gaan tenue-nummer. Dat moet een 3 worden. Die moet 3 worden. En 3. En dan 11. Die moet nummer 12 worden. 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oké. Okay. Op linksback
heb ik Andrew Robertson gekocht voor 17,50. 17,5 eigenlijk. En ja, echt, dat is echt een goede spelerke. Ik heb natuurlijk ook in de vorige video al gebruikt. Alleen in de vorige video heb ik die ook al gezegd. 120 gespeelde wedstrijden. Net op hetzelfde moment gekocht als Trent. 5 gescoorde doelpunten. 23 assists. Echt een goede spelerke. Dan heb ik Eriksen. Nog altijd zijn Road to World Cup. SBC kaartje. 76 gespeelde wedstrijden. 57 gescoorde doelpunten. En 94 assists. Zijn skill moves zijn heel goed. 4 star. En zijn zwakke been is heel goed, 5-ster. Dan heb ik nog altijd Juan Román Riquelme. Nog altijd gekocht voor 74,5. En een aantal eigenaars waren er 11. En ik ben dus de 11ste eigenaar. 97 gespeelde potjes. 752 goals en 193 assists. Dus ja, dat denk ik maar eens uit. 5-star skill moves en 4-ster zwakke been. Dan heb ik op centrum mid rechts heb ik Matheus Luis Núñez, ofwel Matheus Núñez van Wolverhampton, geloof ik. Ja, Wolves. Niet veranderbaar, dus een treble gepakt. 91 gespeelde wedstrijden, 32 gescoorde doelpunten en 214 assists. Op rechtsbuiten heb ik nog altijd onze Messi en nog altijd 67k. Gekocht. 5 eigenaars heeft hij gehad. Ik ben dus de 5e eigenaar. 49 gespeelde wedstrijden. 650 doelpunten. En 23 assists. Dan heb ik linksbuiten heb ik nog altijd die Fred out of position. Nog altijd een first owner gepakt. Een tradable. 141 gespeelde wedstrijden. 228 doelpunten en 152 assists. En dan in de spits heb ik untradable Haaland gepakt. En daar heb ik juist een potje mee gespeeld. Voor eens te testen. Natuurlijk wel op amateur. En één gespeelde wedstrijd en dus 23 goals. Echt, die buffels allemaal binnen. En zijn werktempo is aanvallend hoog en verdeling is normaal. 3-ster wel. Maar je werkt er niks van in-game. Echt een goede spelerke. 21-7-2000 is hij geboren. En ja, hij is nog maar 22 jaar. En echt al een goede spelerke. Hoog, normaal tempo. En met links scoort hij heel vaak. Dan op de bank heb ik die World Cup confrontatie plus Mislav Orsic. Ook van dezelfde wedstrijd. Dus Marokko-Kroatië of Kroatië-Marokko, zoals je het wilt zeggen. Die heb ik voor eerst eigenaar, dus dat is een SBC dat ik gedaan heb. En ja, hoog is zijn aanvallend en verdedigend werk. En die is dan de 29 december. Dus ja, ik neem die nu op 20 december, deze video. Dus binnen 9 dagen is hij eigenlijk jarig, Orsic. Dan heb ik Moise Kean. Zijn Preuvelmond Serie A kaartje. En echt een goede spelerke. 4-ster. 4 gespeelde wedstrijden voor mij. Allemaal invalbeurten. Omdat Messi geblesseerd was altijd. En 21 gescoord doelpunt. Echt een goed kaartje. Dan Patrick Schick. Zijn UCL weg naar knockouts. Echt een decent kaartje. 13 gespeelde wedstrijden. 29 gescoord doelpunt en 6 assists. 4-ster, 3-ster. Gevoelt er niks aan in game. Hoog en normaal werktempo. En ja. Dan Davy Klaassen. Zijn World Cup Confrontatie Plus spelerke SBC gedaan. Hij zijn World Cup Confrontatie SBC tegen Senegal gedaan. En 3-ster, 4-ster. 3-ster schilmoes, 4-ster zwakke been. Hij heeft eigenlijk nog niet gespeeld voor mij. Ik zou die ergens moeten laten invallen. Om zijn stats te boosten. Maar ja. Dan heb ik Niklas Füllkrug. Zijn 86 player van de Bundesliga. Ik heb nog zijn 84 ook nog in de club zitten, geloof ik. Dus dat is 4-ster, 4-ster. 1 gespeelde wedstrijd en 1 gescoord doelpunt. Dus ja, leg hem maar uit. 1-1. Ja. Dan heb ik nog altijd 89 gouden zeldzame Kimmich. 3-ster skill moves, 4-ster zwakke been. 2 gespeelde wedstrijden, 1 gescoord doelpunt en 3 assists. Echt wel een goed kaartje. Dan heb ik nog altijd player rond Gnabry. Van de Bundesliga.
hoog normaal werktempo. 4 ster schilders, 4 ster zwakke been. 2 wedstrijden, 3 doelpunten en 1 assist. Echt een goed kaartje. Dan heb ik spijtig genoeg Fabinho van het team moeten halen. 196 gespeelde wedstrijden, 14 gescoorde doelpunten en 54 assists en 1 gele kaart. Waarom heb ik die van het team gehaald? Omdat ik eigenlijk Aguert een kans zou geven. En die presteert ook al ietsje beter als Fabinho. Dan nog altijd Sterling, Verratti, Rüdiger en Corona. Dat is Jezus Corona, om precies te zijn. Dan heb ik nog altijd die World Cup kaartjes. Die moeten nog... Die zijn 4 januari weg, dus ja. Op het tijdstip van deze video gaan die de dag erna weg, dus ja. Dan hebben we nog altijd Gnabry zijn Pantoglory kaart van de World Cup. En ja, spijtig genoeg is die niet geüpgraded zoals ik in de vorige video zei. Dan heb ik nog altijd Gosens. Robin Gosens. Echt een decent kaartje. 3 ster, 3 ster. Dat zijn 86. UCL weg naar knockouts. 6 gespeelde wedstrijden, 6 gescoorde doelpunten en 1 assist. Dan Thiago Silva zit nog in de club. Cahill. Spijtig genoeg heb je die uit mijn basis moeten halen, dus voor Haaland. Maar eigenlijk was dat ook wel een goede zet. Want de laatste tijd speelde hij echt niet meer top. 3 ster, 4 ster wel. Hoog normaal ook. 122 gespeelde wedstrijden, 442 goals en 438 assists. Ja, dat waren wel stats waar je van u tegen kunt zeggen, maar ja, eigenlijk geen stats meer voor in de spits te blijven kunnen staan naar de Haaland gepakt is. Dus ja. Dan heb ik Shinji Kagawa, flashback van Sint-Truiden. Hoog normaal bergtempo, 4 ster, 4 ster, echt een goed kaartje. 3 gespeelde wedstrijden, 22 gescoord doelpunten en 9 assists. Echt een goed kaartje. Dan Lee Dong-Jung. 4 ster, 5 ster. Eigenlijk zou ik deze een kans moeten geven in een Bundesliga squad, maar eigenlijk nog niet geprobeerd. Dus ja. Dan heb ik ook nog Golashi gepakt. Gabriel Martinelli heb ik ook. Grealish, Rice, Orban, Fulkrug, Madison. Eerlijk is Fulkrug dus een 84 kaartje. Dan heb ik nog Kudus. Varane heb ik ook nog. Varane, zoals ze zeggen in de... Zoals Peter van der Bent zegt, eigenlijk is Varane. En normaal hoog. Normaal aanvallend. Hoog verdedigend. Dus ja... Romero, echt een goede wedstrijd gespeeld in de finale. En ja, van de finale van de Champions League, van de WK. Dan heb ik ook nog die Taylor Booth. 3 ster, 4 ster. Normaal. En ja, dat is een Amerikaan. Spijtig genoeg. Ik denk niet dat hij mee was. Dat WK. Dan heb ik nog Roberto Firmino voor de zoveelste keer gepakt. 5 ster, 4 ster, Marco Asensio, Griezmann, Dembele. En ja, dat zijn zo'n beetje mijn hoge reden. Ja, Saka nog. En ja, ik heb al veel uit de club, maar ook terug veel in de club gekregen. Eigenlijk heb ik nu veel lage reden folder en soms een beetje hoge reden folder. Dus packs voor packs bij Team of the Year. En ik sowieso een hoger reeds folder nog hebben en ja. Ik heb echt genoeg folder. Messi is natuurlijk geen folder. Laten we dat duidelijk maken. Hij is gewoon de goat. En die gaat altijd mijn team blijven. Buiten dat ik zijn team hier pack, dan gaat hij in de club. En ja. Dit is een beetje het eerste stukje van deze video. Met dus mijn... Ik moet dat zeggen, mijn team update, dus ja, let's go. Oké, boys and girls, we zitten nu terug in de FIFA. En we zitten nu in de FIFA, zal ik zo zeggen. We gaan een team update doen.
negeer de vorige team update dat ik gedaan heb, maar dit is dus een team update. We gaan nu Ultimate Team gaan en ja, let's go. We gaan een team update knallen en ja. Ik hoop dat Ultimate Team wilt laden natuurlijk. Ja. Ik hoop dat het wilt laden. Winter Wildcards, dus ja. En ja. We zitten dus in mijn team. En ja, er is heel wat veranderd. Op goal heb ik Alisson Ramses Becker staan. Op rechtsachter heb ik Trippier staan. Winter Wildcards. Ik heb dit disabled uit met dus, 2 tokens. Ik heb Virgil van Dijk nog altijd 250 wedstrijden al gespeeld voor mijn club. En echt wel een goed kaartje. Echt een decent kaartje. Goede defending. Op PSV is die lengte. Dan Aguert. 5 gespeelde wedstrijden en 2 assists. Echt een goede kaart. Dat is dan Kroatië-Marokko. In de halve finale van de. De wedstrijd in de derde plaats voor het WK. En op linksback heb ik Andrew Robertson. 124 gespeelde wedstrijden. 23 assists. Op center mid links heb ik Road to World Cup Eriksen. Zijn SBC nog gedaan. Op rechts center mid heb ik Road to World Cup Matheus Nunes. Op centraal aanvallend middenveld heb ik Juan Roman Riquelme. En die beste man heeft 99 gespeelde wedstrijden, 752 doelpunten en 206 assists. Op links buiten heb ik Frederico de Paula Santos, ofwel Fred. 143 gespeelde wedstrijden, 229 doelpunten en 155 assists. Echt een goede kaartje. Op spits heb ik Erling Braut Haaland. 3 gespeelde wedstrijden, 37 doelpunten en 2 assists. En op rechts buiten heb ik het geitje Messi. 51 gespeelde wedstrijden, 670 doelpunten en 26 assists. Echt een goed kaartje. Dan op de bank heb ik van dezelfde wedstrijd zoals Aguert heb ik Orsic. Moeilijk in Player of the Month. Patrick Schick, UCL weg naar knockout. Klaassen, World Cup Confrontatie Plus. Gakpo, World Cup Team of Tournament. Bounou, World Cup Team of Tournament. Gnabry, Fabinho, Sterling, Verratti, Rüdiger en Corona. Aan de club heb ik nog heel wat special cards zitten dat ik niet kan gebruiken. Heb ik nog een Kimmich en verdwaalde Kimmich in de club zitten. Een Goossens, een Vulkrug, een Thiago Silva, een Kagawa, een Cahill, een Lee Dong-jung, een Gabriel Martinelli, een Orban, een Vulkrug tweede kaart, een Maddison, een Kudus. Een Boet. Een Varaan. Een Diaz. Hij gaat er maar door. Een Marco Sensio. Een Ousmane Dembele. Een Kobel. Een Zielinski. Een Schmeichel. Nee, Jesus Navas. Een Unai Simon. Een Saka. Een Trossard. Patricio. Otavio. Isco. Madison. Ramiro. Nacho. Pulisic, Coutinho, Rashford, Richarlison, Batshuayi, Taremi, Ricardo Horta, Musiala, Torreira, Fofana, Bruno Guimaraes, Visca, Lo Celso, Musso, Philips, Rafael Toloi, Andrich, Vela, Sosessa, Isaac, Marcel, Guendouzi, Rabiot, Ziegenkoff, Wijnaldum, Zou, Azmoun, Morales, Mariermodo, Aranguiz, Sabitzer, William Carvalho, Delort, Ndaye Shimi, Ender Herrera, Antonio, Mikel,
Ansu Fati, Chukwueze, Guiri, Mbemba, Luis Felipe, Marzic, Felipe Anderson, Suso, Mizrati, Sanchez, Bentancourt, Camavinga, Ismaili, Trauner, Nubel, Romero, Rochette, Di Marco, Perez, Rui Dias, Mavropanos, Quintero, Simeone, Espino, Aké, Lopez, Milner, Holes, Meunier, Sebeldia, Pereira, Mitrovic, Rojo, Adario, Ojan, Batshuayi, Gelson Martins, Kristjuk, Bruma, Suarez, Villa, Camara, Medina, Gomis, Soriano, Diaz, Selig, Fabra, Advíncula, Fernández, Amrabat, Adams, Dent, Sampedira, Barco, Robertone, Nakajima, Wings, David Raya, Norgaard, Stijg van Kronbrugge, Isla, Ramsey, Vargas, Silva, Sevcik, Sornosa, Unzain, Rodrigo Bessao, Burian, Camara, Palavezino, Christiansen, Godoy, Gianetti, Zucui, Davies, Akpa, Akpro, Bu, Pedrinho, Wissa, Carles Pérez, Fran García, Darida, Samos Díaz, Valencia, Kazri, Ibora, Russel. Dat waren allemaal gouden spelers, dus ja, let's go! Let's go! Oké, boys en girls, ik zit dus letterlijk in de FIFA. Want, ja, we krijgen straks World Cup History Makers. Ik hoop dat ik natuurlijk VVD-pack, Virgil van Dijk of Mbappé. Maar ik denk eerder dat ik Bellingham of zo ga krijgen. Maar ik hoop natuurlijk dat ik Mbappé of VVD Virgil van Dijk ga krijgen. Ik hoop natuurlijk voor een Virgiltje, een vochtige Virgil. Dus ik zit hier nu eventjes naar mijn opname te kijken. En ik hoop eigenlijk dat ik een VVD pak, een Virgil van Dijk. En ja, ik hoop dat echt dat ik een Virgil van Dijk pak, want die is veel waard. Dat gaat veel waard zijn. We gaan een 81 plus dubbele upgrade doen als ik dat kan. Zeldzaam spelers. Villa is dan een zeldzaam speler natuurlijk. En wie is er nog zeldzaam? Messi natuurlijk, maar die gaan we niet inleveren. Moet dat goud zijn? Ja, exact goud. Dan gaan we die goeie inleveren. En CM, hebben we daar een zeldzame kaart. Ja, een Guendouzi. Een Fridge. Dat gaat alleen, het is goed. Ik weet dat hij nog bestaat. Hij heeft direct een goede link. En Argentijn heeft... Die een Argentijnse centerback heeft direct twee links. Twee diamantjes. Dan linksachter. Heb ik nog zo'n kut. Dus ja.
Lekker. Ik heb meer ingeleverd dan dat nodig was, maar ja. Ik heb hier dus een opnametje, alleen in twee zeldzame geitsweers. Pakket 81 plus en we zullen die openen. Ze. Het is een borden sowieso. Pedri! Godverdomme, Pedri, dat ik niet vergeten. Pedri! En Ziyech. Lekker. Godverdomme, ik pak hier gewoon Pedri, man. En dat is nog een preview pack van. Voor binnen 2 uur te openen, dus om 7 uur en 12. Ja, ik probeer dat ding te openen. Dus heb ik mijn team nu al geüpdate? Ja. Ja, ik heb dus ook woensdag. Dinsdag of woensdag heb ik Moments Pavard vrijgespeeld. Ik denk dat ik dat woensdag heb gedaan. Fucking Moments Pavard. Dus. Ja, die. Ik heb die nog niet gebruikt. Ik heb ondertussen al Gakpo al gebruikt. 3 gespeelde wedstrijden en 8 goals. En natuurlijk onze Davy motherfucking Klaas. 4 gespeelde wedstrijden en 4 gescoorde doelpunten. En 2 assists. Ja, die Norsic. 2 gespeelde wedstrijden, 0 doelpunten. En onze Messi. 721 doelpunten voor mijn club. En 59 gespeelde wedstrijden. En die Kelme 107. Ik speelde wedstrijden en 755 doelpunten. Dus Messi is op 23 doelpunten. Nee. 4. Nee. 29 doelpunten. Nee. 21. 29 doelpunten geloof ik. Nee. 21 plus 20 is 41 plus 5. Nee, 34 doelpunten, zal ik het zo zeggen. Nee. Wel, 34 doelpunten van Messi. Van de Kelme. Wauw, ik moest even rekenen. En Eriksen heeft 86 gespeelde wedstrijden en 57 gescoorde doelpunten en 110 assists. En een zwakke been is echt overpowered. OP. En die Trippier kaart, echt. Lekkere kaart. Goed in de verdediging, echt met zijn 83 defending, nee, 35 defending, sorry. Is dat echt wel een goed kaartje. Echt spelersverkenmerken zijn heel goed. Ja, heel moeilijk om tegen te komen. En zal ik dat zijn, denk ik, in de Weekend League. En in FUT, alleen Division Rivals, gaat het ook heel moeilijk zijn om tegen Trippier te komen. Ik merk het zelf ook, die Trippier-kaart is echt massa's goed. En die kan zelfs naar rechtsmidden gezet worden. En naar rechtsvleugelverdediger dus. Ja, echt wel een goede kaartje. En ik denk dat die controlled is. Ik zou eigenlijk eens moeten opzoeken. Want normaal gezien heb ik zondag de PS5-versie. Dus deze video gaat 2 weken doordoen, dus... Normaal heb ik na deze video nog de PS5-versie van FIFA 23, dus ja. Maar deze avond dus. De World Cup History Makers pack. En ja. Ik zie jullie guys vanavond om 7 uur. Of iets na 7, 12 na 7. Dus ja, let's go. En ja, boys en girls. Het is dus 7 uur. Het is 7 uur en Winter Wildcards is uit. Een promo die waarschijnlijk al lang gepasseerd is. Bij deze... Ja. Bij deze video is al die lang wel gepasseerd zijn, Winter Wildcards. En... Ja. Ik hoop dat ik mijn pakket heb, mijn man. Ik hoop dat, hè. Godverdomme, dat is een fout. Minder wildcards team 1 in pakketten, mijn man. Ik hoop dat ik mijn next gen, mijn
World Cup, hoe noemt dat nou weer? World Cup is er een maker. Pijk, heb me hem aan. Ja. Oh, daar is zo'n pijk in het oor. En het is een mega pakket. Geen World Cup History Maker. Godverdomme. Wat krijgen we? Het mega pakket. We krijgen dan eens een walkout uit. We krijgen gewoon fucking biscuits uit. Ik was. Ah nee, die heb ik niet dubbel. En een Gakpo, mijn man. Gakpo. Trouwens, daar heb ik je tradable. Jij zegt tradable. Adam zegt tradable. En tradable Nakajima zegt tradable. Godverdomme, man. Ik ga mij nog altijd nemen, maar mijn Generation Spec. Alleen mijn World Cup. Mijn World Cup History Maker. Dus gaan we nog eens futten in, hè? Allee. Nu krijg je dan eens al die melding. Dus gaan we terug futten in, hè? Gaan we die pack open doen, hè? Rotterdam en man. Butland zit erin. Oh, Kanté. De Bruyne. Jezus, mijn man. Ik hoop natuurlijk dat ik Van Dijk pak. Of Mbappé. En World Cup geschiedenisschrijvers pakket. We gaan het eens openen. Endo. Wauw. Wauw, Endo. Die ga ik dus niet gebruiken, mijn man. En Nakata. Nakata-leenspeler. Die ga ik dus niet gebruiken, mijn man. Of als er een voltooiingsdoel 1. Kom, we gaan dat open doen, hè. Wat staat dat hier? Nieuw interwaldkaart uitdaging 1? Nee. Wat is dat hier? Ik hoop dat dat hier niet is, hè. Ik zie die DDT toch niet staan. Ah, hier. Duidelijk zo. Minimum brons. Oké. Okay. Dus eigenlijk gewoon een bronzen keeper, hè, mijn man. Brons, hier. En nu hebben we ook nog een player picture dat we kunnen openen. Ik vind een wildcard leenspeler. En wie gaan we pakken? We zullen maar jongeren, dat is niet Premier League. We zullen maar voor Chiellini gaan, zeker. En we krijgen een draft ook een pakket. Dus we kunnen deze weekend nog gaan draften. Of volgende week. Maar daar doen we een stream wel van. Op de 12 keer. Hebben we nog een pakket? Jazeker. Twee zeldzame gouden speelspakket, 81 plus. Pak je hier weer een walkout uit. Pogba! Lekker. Lekker. Paul Pogba en Akanji. En nu ontdraft ook een pakket. Atletico Real Madrid, gezegd publiek. Oké, mijn man.
12 dagen. Dan gaan we direct ja, een singleplayer draft opstarten. Dus ja, let's go. Oké, we hebben hier weer een helemaal voltooid, zo te zien. En we hebben een 300 XP-bus en Winterbus en 505 wedstrijden, dus ja. Dat we bijna Winter Wildcard Token, Westbrook. En we hebben hier nog voltooid. Zal ook iets van draft zijn. Twee spelerspakket. We hebben hier een drie zeldzame. We gaan voor de gouden Premier League spelers. Aangezien ik Premier League heb. Oké. Wat gaan we krijgen? Eerste 75 tot 83. Dan gewoon een rare. Daka. Potson Daka. En Araujo. Oké. Dan de gouden Premier League spelers. Geen walkout, dat is geen borden. Zijn maximum! Zijn maximum, lekker. Dat is getradable, Antonio. Lekker. We hebben ondertussen al preview pack. Ik krijg een borden uit. Merino. Dus hoeveel keer moeten we spelen? 6 keer. Speel 2 keren. Krijg 1000 coins. Oeh. Squad wilde de prof. Poziantse spelers heb ik dan. Ja, of dit. Speel 4 keer, ja, dan gaan we die draft uitspelen. Dus ik moet nog 3 potjes spelen. Dus ja, let's go. We gaan de draft verder uitspelen. Ik ben bij jullie terug als ik een update heb. Oké, boys en girls. Ik ben weer een bestijdje verder. En ik denk dat ik weer iets voltooid heb. Ja, weer al iets. 300 XP erbij. En 1000 coins. Coin boost, dus ja, let's go. En nu gaan we verder voor die zeldzame spelers. En dan ga ik de dingen wel stoppen vandaag, de FIFA. En gaan we zeker morgen verder doen. Ik ga zien hoeveel Winter Wildcard swaps ik al heb. Kwaliteit. Eén. Kom ik ga die SBC erop doen. Voor die 2 tokens. Allee, voor die 1 token. Speel dat één club, minimum 2. Welke club is dat? Bayer Leverkusen zeker. Leverkusen, dus.
Moet ik nog geen hebben van Leverkusen. Frankfurt, heb je daar een van? Dus hebben we die ook al gedaan. Lekker. En we hebben nog in de club dan... Het is dan samen het spelerspakket. Dat tradable. Ik dacht wel dat het tradable was. Dus ja, Oké, ik zit dus nu ook. Ik heb nu dus ook een ding. Speel 3 keer, 300 XP verdiend. Dat is goed. En we hebben een goudpakket. Zodat ik 6 keer speel, ja. En wat gaan we in dat goudpakket krijgen? En daar is Lorenzo al. De man waarmee ik op zaterdag 24-12 mee heb opgenomen. Dus 3-4. En wat krijgen wij ondertussen? Een fretje. Chance dat ik die in ben geleverd, juist. Nu gaan we dan de laatste pot van de squad build. Van de single player draft beginnen en let's go.
Oké, boys en girls, we hebben dus een premium hardpakket vrijgespeeld door 5 keer te spelen. Het is nu 7:49, 24:12, dus ja, let's go. Jullie horen ook dat ik net wakker ben, dus ja. Premium hardpakket, let's go, laten we het open doen. Er zit alleen maar een non-rijder in. Vorige geleden was het lekker. Oké, we hebben dus de token vrijgespeeld. Westbrook. Dus ja, let's go. Hier moet ik... Hier moet ik drie clean sheets en drie assists met een rechtsback. En we hebben een Rainbow Guard pakket 26. Dus we gaan het openen, we gaan het zien, we gaan het leven. Eerst gaan we deze bestieden met de drie tokens. Die gaan we eerst doen. We hebben die SBC ook gedaan. Lekker. Dus we hebben nu 4 pakketjes in de store. We gaan eerst het 2 zeldzame goud spelerspakket open doen. Wat gaan we daar krijgen? Een borden. Dat is al de 7e keer deze FIFA dat ik die krijg, maar dat kost sensio. Maar gewoon een discard waarde. Discard. Dat ik net op gouden speelspakket. Kobel. Dan heb ik ook dubbel, geloof ik. Nee, toch niet. Zet je tradable? Nee, untradable. Mogen die gaan naar discard. Nu het jumbo gouden pakket 20 en dan gaan we met de 11 speelspakket 81 plus. Dat is ook een borden speler. Heubjerg, nee, ja, Heubjerg, ja. Geen dubbele, amai, dat is nieuw. En nu gaan we het 11 speelspakket Intact Plus algemeen. Het is een walkout. Spaans, CV, Laporte. Ja, 1,86, 1,83, 2, 3, 4, 4, 82, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 81, ja. Dat is een decent pakket. Dus ja, let's go. Nu ga ik proberen die 3 assists te geven met een rechtsback. Ja. Misschien ga ik heel eerst de gouden upgrade. Dat is misschien voltooien. Dat ik die al gedaan heb. Gouden gewone hub. Nu zegt hij misschien ook gewoon, ja.
rechtsachter, liner, CVM, direct. Ah ja, daar. Yo Robin, welkom online. Hup, die hebben we dan ook voltooid. Dan kan ik in de titel zetten packs, packs, packs. Dus ja, lekker, eerste twee zeldzame gouden speelspakket. Krijg hier walkout uit. Dan Bordeaux, Hummels. En Taremi. Krijg tradable, nee, untradable. En nu het volgende pakket. De twee zeldzame spelers, 80 plus. Krijg ook geen walker uit, wel aan borden. Lemar. En Konaté. Lekker. Een goede link. Dus nu ga ik eerst die speler die hier op mijn transferlijst staan. Ga ik eens verkopen. Of ja, die ga ik straks verkopen. Ja, wat kan ik nog doen vandaag? Nou, dat kan ik. Dit is vandaag winterwalkaart speelspakket. Lekker. Als je dat. Dus ik kan de kerstman voltooien. Dat is drie assists met een rechtsback. En Rudolf van de Elfjes is drie clean sheets. So, let's go. Oké, boys and girls. Ik heb drie doelstellingen voltooid. Dus claim rewards. Ja. Ik heb de kerstman voltooid. Dat was drie assisten met een rechtsback. En ik heb al één clean sheet. En nu heb ik een drie verdedigerspakket. 81 plus ook, dus ja. Wij gaan dan nu open doen ze. We gaan eerst de drie verdedigerspakket open doen. Walkout. Ruben Dias! What the fuck? Ruben Dias! Holy fucking shit! Ik pak hier gewoon een Ruben Dias! En nu, winterwildcard mysteriepakket. Wat gaan we krijgen? Klaus! Ja, Klaus. Lekker. What the fuck man, ik pak hier gewoon fucking Ruben Dias. Holy shit man. Hey, Ruben Dias. Ruben Dias. Ja, sorry. Sorry Aguert, jij mocht eruit. Jij mocht naar de club. Ik zet daar Ruben Dias neer. What the fuck, G? Holy shit, man. Dan nog eens Ramos en een dubbele Thiago Silva. En dan heb ik deze video al drie of vier walkouts gepikt. What the fuck? EA is gunt mij met een Ruben fucking Dias.
En dan mijn winter wildcards. Kwaliteit. Winter wildcards hier. Ze beginnen met een Klaus. Dan heb ik een Trippier al. Dus ja, what the fuck, G? What the f- actually living fuck? Dan pak je straks nog eens een Laporte. Oh, what the fuck, G? Echt, man. Hoe, jongen? Mijn team krijgt echt fucking veel voor hem. Fucking Ruben Dias, fucking Van Dijk. Wie is de volgende dat ik ga pakken? João Cancelo? Oh my god. Oh my god. Wie is de volgende dat ik ga pakken? Ik speel een rivalswedstrijd. Ga ik nu niet doen. Oh my god. Fucking Ruben Dias. Middenvelders pakket, wie gaan we daar uit pakken? De Bruyne? Allee. Premier League topspelers pakket, ga ik ook zo dat pakken? Allee, ja. What the fuck, G. Oh, mijn kerst kan niet beter worden, jongen. Fucking Ruben Dias. Ruben Santos gaat wel bij Dias. Of wel Ruben Dias. Oh my god. Echt Haaland in de week gepakt. Ruben Dias nu. Laporte. Dan die Klaus. Gakpo. Echt, what the fuck. EA, gun mij. Ze weten dat ik YouTuber ben, dus ze gunnen mij. What the fuck. Maar nee, ik ga nu eventjes een beet eten. En dan ga ik de twee clean sheets nog proberen te pakken. En dan... Ja! Ik ga twee clean sheets pakken. Ja, let's go. Ja, stemmeke Noord. Ja. En we hebben dus de Squad Battles. De Squad Battles objectief voltooid. Met de gouden speler 80+. Dus die mogen we al gaan doen. En ja, zoals jullie horen ben ik met Sven aan het bellen. Dus ja. En de gouden spelerspakket. Die hebben we ook unlocked. En dan hebben we ook nog een. Dus we gaan eerst de gouden speler zeldzaam 80+. Geen walkout. CM. Luis Alberto. Heb ik waarschijnlijk al dubbel. Nee. Dat is weird. Dat ik niet dubbel heb. En nu nog een gouden spelerspakket. Wat 12 gouden spelers van 1 zeldzaam. En ook geen walkout. Dus dat is Riccolo. Ja, wauw. I don't care about that stupid guy. Dus ja. Hebben we nu een preview pakket of moeten we wachten tot vanavond 7 uur? Ja, moeten we wachten tot vanavond 7 uur. Dus ja, let's go. Oké, we hebben nu terug een Winter Wildcards Mysterie pakket. En we zullen wel zien wat we gaan pakken. En wat krijgen we? Winter Wildcards Mysterie pakket. Randolph. Zeker Randolph. Dus ja, we krijgen Randolph. 99 kicking. Oh manneke. Lekker. En het is dus 9:07. En we gaan nu fut in. En ja, we gaan nu Ultimate Team in. En zien wat wij gaan krijgen uit ons rewards.
En ja, dus Gravenberg zit erin. Dus squad belt als die waard kunnen geclaimd worden. Goud 1. We hebben nu 44k. Werk al goed is voor mijn account. Ik wil graag naar 100k toe werken. En we hebben. Ik ga eerst het topgemengd zweetspakket open doen. Er zit geen walkout in. Nu is dat zo. Ja, niks dubbel. Dat is goed. Dan het toppenlegs en speerspakket. Moefal. Nee, koeval. Dat is koeval. Nee, het jumbo. Premium jumbo guard pakket. Ook geen walkout. Pepe. No. No. Decent. Niet heel goed, maar ook niet heel slecht. Zijn er nog nieuwe SBC's, Flashers zo? Met zit Euzil, moet ik niet hebben. Niet de wildcard uiteindelijk 2. Eerste eigenaar speelt minimum 1. Handig. Hup, eerst eigenaar tot binnen. Gakpo, man, Gakpo. Speel uit dezelfde competitie, maximum 4. Ik moet al 14 chemistry hebben. Dus ja, ik ga overschakelen naar Premier League misschien. Of ik kan nog één hebben. Ik heb al 6, nu ga ik overschakelen naar Premier League. Dat ik een andere Premier League heb, ja, Noordgaard. Dan Center Mid van de Premier League. Fletch. Rechtsachter van de Premier League heb ik dat. Koeval, dat is ook al direct. Direct 13. We moeten nog één zeldzaam hebben. De leak uitdoen. En nu nog linksachter aan de leek. Lekker. Weer een token bijgespeeld. En een zeldzaam gaatspakket. Lekker. Daar heb ik geen walkout uit.
Pellegrini. Pellegrini. Club Brugge staat aan het thema. En dat was dit voor vandaag. Ik ga nu met mijn familie die kerst vieren. En ja, let's go. Oké, boys and girls. Het is dus nog altijd kerstmis. Het is iets nacht. En we hebben de PS5-versie van FIFA 23. En ja. We hebben net een NPC gedaan. Voor Winter Wildcard Token. En we hebben die Fofana dus gedaan. Voor een Winter Wildcard Token. En nu hebben we dus, ja, in de winkel 3 pakketten staan. Ik heb de rest nog de daily SBC ook gedaan. Dus we gaan eerst beginnen met de 2 zeldzame gouden speelspakket 81 plus. Ik krijg geen wildcard uit, spijtig genoeg. Wel een Engelse CV van City's John Stones. En ja, Bissouma ook direct daarnaast. Dan de dubbele speelspakket 83 plus algemeen. Krijg ook geen walkout uit. Dat is Kobel. Die heb ik dubbel. Dat weet ik zo. Schade dat ik Hooiberg zus heb ingeleverd. En nu komen we aan het zeldzame speelspakket. Ook geen walkout. CVM. Busquets. Die heb ik dubbel, geloof ik. Yes! Gelukkig is deze pakket treden, want dat ik die gewoon naar de transferlijst kan stoempen. Dus ja, hebben we nog een preview pack? Nee. En ja, mijn team is nog hetzelfde ongeveer. Na die Ruben Dias dat ik gepakt heb, is het niet meer wat anders. Er is wel een kaart uit dat ik misschien wil gaan doen. En dat is Dimitri Payet. En misschien wil ik die 85 plus dubbele upgrade ook eens doen. Minimum. Ik ga ze hier eigenlijk daarvoor inleveren. 86 plus algemeen. Darwin Nunes gaat erin. Sterling mag erin. Waarschijnlijk pak ik hier toch terug. Ooit. CM. Boogboom. P3Q ga ik niet inleveren. Vooral kan ik toch inleveren, P3. Fabian Ruiz. En nu nog een linksachtertje. LVV misschien. Dat ik daar iets heb zitten. Jan Angelino. Die zeg ik de linksachter kan maken. De keeper. Unai Simon. Ik hoop dat ik aan de rating kom dat ik moet hebben. Laporte mag er wel in. Die heb ik toch niet nodig, die kut. Thiago Silva. Ga ik bijhouden. Varaan mag er wel in. En nu nog mijn rechtsback. Ik kom direct aan de dingen. Je moet nog een. Nee, ik kan toch Sturing inleveren. Communicatiefout. Dat is typisch dat ik elke keer als ik
een speler van mijn team wil inleveren, dat ik een communicatiefout krijg. Dus dan gaan we terug EA, ja, de fut in, dus ja. Let's go. Squad building challenges. Nou, gewoon terug naar de SBC. Hoop dat alles er nog staat. Ja, alles staat er nog. Again. Ja, dan koop ik wel de linksbuiten zo. Zeg, wat is dat? Koop ik wel de linksbuiten zo. Jongen, kut IE, kanker IE, sorry, maar dat is echt al de vierde keer dat ik dat probeer. Maar dan wel een server tegenwoordig. De steuning ga ik er niet inzetten. Dat scheelt te veel, linksbuiten. Conceptspelers dan. Gold Rare natuurlijk. Dan pak ik wel Vini. Oh. Hoeveel zou ik kosten die Vini? 13, 14k 20,5. Oké, ben ik wel wat geld kwijt, maar boeien. Ik wil eens plezier gedaan hebben, misschien pak ik er toch iets beter uit. Dan een Vini. Hopelijk een Neige of een Messi of... Hop. Dat heb ik ook al gedaan. Dus dan pakken we nu een... doen we een 2 spelerspakket 85 plus algemeen open. Dus, dat is geen walkout. Oh, dikke scam. Hij wil ter stegen, wauw. Waarom komt hij niet uitgelopen? Hij is daar. Ter stegen houdt ze tegen, mijn man. Hopelijk zit er iets goed achter. Wauw, een Gnabry. Wordt er stegen, alleen zou ik niet gedaan hebben, hè. Wat is je tradable ter stegen of zet je untradable? Dat is natuurlijk untradable. Maar ik wel ter stegen in de club. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Dit is 2012 om 8:36 en we kunnen dus een preview pack doen en die gaan we ook doen. En wat krijgen we eruit? Rui Diaz. Speelt hij nu? Speelt hij nog? Dat wist ik zelfs niet. Ik kan het pakket niet kopen. En ja. Ik moet dan wachten tot vanavond voor de, ja. Voor de Daily SBC. Die gaan we ook doen ondertussen in deze video. Het wordt een langere video dan anders. Dus ja, let's go. En we zullen zien wat er allemaal zijn van de SBC's. En dan heb je plus 10 met de week upgrade. Ik ga nu voor die 3 spelerskeuzes van 84 plus.
Even zien. Kwaliteit. Winter- en wildcard token. Ik heb er al drie. Dus als er vanavond eentje uitkomt en morgen, dan hebben we al de SBC. Allee, al de. Kunnen we al de SBC doen. Maar mijn team echt. Haaland speelt nu echt goed. Haaland is nu lengthy. Oh, en die speelt echt heel lekker. Oef. Ik heb wat goals gemaakt. En ik heb al een eerste doelpunt met Ruben Dias gescoord. En al twee kopballen met Trippier. Messi heeft 808 goals en hoeveel heeft Riquelme er? 759. Dus clubtopschutter is Messi. En ja, ik zie wat ik ga mijn dingen misschien aanpassen. Mijn badge misschien. Dat mag ik niet meer. Oga Leuven moet ik terug hebben, hè? Dat is een mooie tenue, ben ik. Clubleed. Ik moet eventjes gaan halen. Even eventjes naar de transfermarkt. Ik moet het toch ieder jaar hebben. Nee, doelpunt geluid. Liga Santander. En Real Madrid CF. Toen ga je dit jaar hebben. Je moet toch ieder jaar kunnen hebben. En ik in FIFA moet ik het ook kunnen hebben. Structuur. We gaan in het King Fat Stadion spelen. En nu moet ik dat stadion ook nog kopen. Ja, natuurlijk. Dat klopt niet, hè. Dat ik dan nog moet kopen, hè.
Traditrice, Estadio. Estadio, Bernabeu. Estadio, Santiago, Bernabeu. Niemand uit Bernabeu in de kop. Wanneer ik het nu nodig heb, zet ze in de kop. Allianz Stadium heb ik al. Ik vind dit niet zo. Het is al 35 pagina's ver. Van een hotspur tot een hotspur, Johan Cruijff. Neemt het wel niet te koop, zeker. Ik weet het nog niet. Misschien straks. En ik vind het direct. En Santiago Bernabeu. Lekker. Oef. Wel 4,9k voor 9 telt, maar I don't care, because I have Estadio Santiago Bernabeu. Lekker. Oké, boys and girls, het is dinsdag 27.12 om 8:34 en we gaan nu dus, we zitten nu dus in de Ultimate Team. En ik heb gisteren twee psychisch gedaan, gisteravond. En we hebben eerst een klein zeldzame gemengd speelspakket. Zien we waar we het gaan krijgen. We krijgen gewoon een rare uit, een CA Korea. Hebben die dubbel. Die heb ik niet dubbel. Dan een 5 speelpakket 80 plus algemeen. Krijg je geen walkout uit. Die is gewoon wel een borden, maar wel een zapatte. 83 zapatte. Heb ik een tradable niet gezet. Een tradable en gaat gewoon in de list. In de discard. En dan 2 zeldzame geslaagde spelerspakket, 81 plus, algemeen. Let's go. Ook niet als hartenboer. Nee, doe het niet. Oh.
En dan heb ik gisteren iets gepakt. En hij is tof gepakt. Daar staat hem hier. Mojo Salah. Ik heb die niet in de video kunnen pakken, spijtig genoeg. Omdat ik toen aan het bellen was. Met mensen. En ik dacht, ik zal mijn packjes open doen. Kijk dat toch wel mooi zal uit, zeker. Zo kan je een preview pack zien. Ja. Dus dan hebben we nu een preview pack. En daar zit Galeno in. Feliz Navidad. Ja. Wauw, Feliz Navidad, everyone. En ja, ik heb nu de 5 tokens. Ik heb er nu al 4, geloof ik. 4 tokens. Winter Wildcard tokens. Yep, ik heb er 4. Waar ik er ook in kan vrij spelen, en kan ik misschien vandaag doen, is via Moments. Kan ik via Moments misschien doen. Dus ja, let's go. Via de sterrengalerij. Daarmee heb ik nog 4. Nog 4 sterren nodig. En dan kan ik er Winter Wildcard token pakket open doen. Ja, wat zou je doen? Dan hebben we de 1, dan hebben we de D, Player Picks, de Beetle. Zeg die rap even doen. Ja. Be right back. Oké. Okay. En de laatste moment is dus gedaan. Dus dan hebben we al het pakketje dat we kunnen open doen. Dus ja, let's go. Sterrengalerij. Seizoens. En een wissel, Winter Wildcard wisseltoken pakket. Lekker. We hebben nu een wisseltoken. En dat is Baron. Dus ja, dan hebben we nu een wisseltoken. Hebben we nu wel 0 sterren, maar boeien. Moet ik even nog grinden voor die sterren, voor team 4. En dan gaan we nu naar de SBC's. Eerst hebben we nog een basis dingetje voltooid. We hebben nog een premium server pakket. Maar dat, dan gaan we ook iets even over doen dan. Ja. Wauw. Welke plan? Ik ken hem niet. Is het nu Excelsior? Ja, dat is Excelsior. Wauw. Dus dan gaan we nu even die SBC'tje doen van die tokens. De 5 tokens. We hebben 3 player picks. Winter Wildcard token. Nou, we hebben de tokens dus, en dan hebben we nu mag ik in 3 player picks. Ja. En het eerste krijgen wij Kroos. En het tweede krijgen wij Reece James. En het derde krijgen wij Sadio Mane. He's the best football player of them all. Waar is de waard? Ja.
En ja, dit was dus de eerste FIFA video van 2023. Ik heb hem nu volledig doorgemaakt door de 2 weken, omdat ik zelf iets zeg, want ik moet nog editen. En ja, het is dus nu al dinsdag 27/12/2022. En ja, dit was zo'n beetje de FIFA 23 video van vandaag, van dit jaar. En alleen van deze video eigenlijk. En ja, ik vond het wel leuk om voor jullie een FIFA 23 video op te nemen. En ja, deze komt dus op 2 of 3 januari online. Ik denk 3 januari, als dat klopt. En deze komt op 3 januari online. En ja, let's go. Dan zitten we al. Het eerste FIFA video is al klaar. Dus ja, let's go. Er komen nog veel meer FIFA video's aan. En binnenkort komt er een streampje aan. De Team Rie stream. Maar die ga ik nog een beetje uitwerken. En dan moet ik nog packs voor gaan sparen. Ga ik vanaf nu exact doen. De FIFA 23 Team Rie stream. Die komt eraan. En ik ga vanaf nu de packs sparen die ik allemaal krijg. Ook dus de packs bij de seizoensdoelstellingen die ik krijg. Bij de objectives dat ik krijg. Die packs ga ik allemaal sparen. Voor open te doen met Team Rie. Dus komende maand. Komt er wel een, of ja, wanneer het team hier start, ik ga jullie daar nog een update aan geven. Ga ik de specs openen. Ik hoop dat ik rond de 100 specs ga hebben. Voor bij team hier te openen, ga ik een uurtje of 2 streamen bij team hier. Dus ja, let's go. Ik hoop dat we dan een team hier pakken of een icon. Want ik zit nu met icon in mijn team. En ik wil die graag vervangen naar een betere icon. Dus ja. Maar het was dus een beetje de FIFA video van 2000. Die dat ik, de laatste video van hier dat ik gemaakt heb in 2022. Maar de eerste dat online komt in 2023. Dus ja, ik kan moeilijk een FIFA video in 2023 gaan maken. En die dan een week doen. Maar dan heb ik geen content op de eerste dinsdag van 2023. Dus ja, daarom ik het zo doe. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe FIFA video. Ik vond het leuk om voor jullie al met een FIFA video te starten. En ja, let's go! Deze was eigenlijk mijn mooiste FIFA video. Veel walkouts gepakt. Heel veel ook scheidspelers. Maar wel veel walkouts gepakt. Dus ja, let's go. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe FIFA video. Mijn naam is Renato Dillon. En ik zie jullie guys graag terug. Ja, vrijdag bij een Fortnite video. Samen met Sven. Fortnite video. Die heb ik ook nog klaarstaan. En dan een Fortnite video van ongeveer 40 minuten. 45 minuten. Dus dat is een Fortnite video. Dus ja. Let's go. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Anton. Bye bye. Yeah.